Özkan Akyol had in de nacht van zaterdag op zondag niemand minder dan Maarten van Rossum te gast in zijn programma op NPO Radio 1. De aanleiding? Binnenkort begint het nieuwe seizoen van De Slimste Mens. Uiteraard zitten de opnames er al op. Een verrassende winnaar, vraagt de gastheer hem. Het antwoord van Maarten dat daarop volgt is buitengewoon onhandig, ik had mijn geld niet op hem gezet. Ik had er helemaal geen geld op ingezet, maar ik vond het een onverwachte winnaar. Een ietwat verbaasde Özkan, je hebt wel het geslacht verklapt. Maarten, ja, dat begrijp ik. Özkan cynisch, maar niemand luistert toch. Maarten, ik ga ervan uit dat je niet meteen gaat bellen met de autoriteiten. Niet met de autoriteiten, maar kennelijk wel met de media. Het fragment is al uitgezonden op Radio 10 en staat inmiddels ook op de Telegraaf-site. Daardoor ligt het nu op straat, de winnaar van het komende Slimste Mens-seizoen is een mannelijke BN'er. Radio 10 DJ Rob van Someren, Eus heeft het wel gewoon uitgezonden in zijn podcast en die was voor alles en iedereen beschikbaar. Producer Mark Berg vertelt dat het fragment er inmiddels uit is geknipt, het programma wordt tussen 12 en 1 uitgezonden en ik lag om 5 uur in mijn bed, dus ik had net die podcast aangezet toen het een paar uurtjes online stond en vanmorgen was het eruit.